Ik hoorde zijn stem, heel duidelijk. En eigenlijk wat ik hoorde was dat hij zei, stop. Tot hier en niet verder, jij hoort hier niet. Ik ben van nature niet een onzekere persoonlijkheid. En ik sta letterlijk mijn mannetje wel. En ik kan mezelf altijd goed verwoorden. Mijn mond was ook altijd mijn grootste wapen in mijn werk. Alleen, mijn hart is wel enorm vertrapt geweest. En dat maakte mij van binnen gewoon steeds kleiner en kleiner. Ik raakte ook in een burn-out in eerste instantie. Dat werd later een depressie. En ik was mezelf totaal kwijt. En de relatie waarmee ik was, er waren af en toe wel eens momentjes dat er een soort lichtpuntje was, dat er even iets leuks leek te zijn. En dat waren de momentjes dat er dan vaak een uitje was. En dan gingen we vaak richting de gokhal. En ik had helemaal niks met gokken. Maar gaandeweg dat we dat vaker deden en ik daar vaker zat, begon ik te snappen dat je met je verstand op nul een stom spelletje spelen. Dat ik dat eigenlijk heerlijk vond. Niet na hoeven te denken over mijn problemen, over mijn pijn of mijn verdriet. Door mijn burn-out, CQ-depressie, zat ik al een tijdje in de ziektewet. En er werd druk gezet om weer te reïntegreren. En in die fase gingen wij steeds vaker en vaker naar de gokhal. En er was op bepaalde rekeningen die niet betaald konden worden. De dag dat ik begon, moest ik iets inleveren bij de administratie. En op het moment dat ik daar naar binnen liep, zag ik een potje staan waar precies het bedrag zat wat ik nodig had voor die rekening. En in een vlaag van verstandsverbijstering heb ik dat geld gepakt en meegenomen. Maar wat ik niet wist is dat er in die fase eigenlijk een intern onderzoek gaande was. Hingen overal camera's en ik werd eigenlijk meteen gesnapt. De gevolgen waren heftig. Nou ja, daar is uiteindelijk uit voortgevloeid dat ik letterlijk alles ben kwijtgeraakt wat ik op dat moment had. Niet alleen mijn baan, mijn collega's en mijn vrienden. Maar ook mijn huis en mijn relatie en alles wat op dat moment actief was in mijn leven ging op non-actief. En ik heb een taakstraf gedaan, vrij 180 uur, dus vrij heftig. En ik werd niet alleen op non-actief gezet in mijn werk, maar ik kon alle aanverwante banen ook niet meer doen. Dat was een hele zwarte periode. Want ik was al beschadigd, ik zat al in een depressie. Ik had heel veel schaamte vanuit wat er allemaal was gebeurd. Ik raakte gewoon mezelf kwijt en ik kwam op een punt dat het me allemaal niks meer uitmaakte. Ik rende steeds meer en meer naar het gokken toe. Dat gokken werd steeds groter en groter. En daardoor werkte ik mezelf langzaam verder en verder de nesten in, want er ontstonden toen schulden. Ik had een stukje onderhuur bij mensen. Ja, dat moest ik wel bekostigen, betalen. En je hebt nog wat andere telefoonrekeningen, dat soort dingen, wat gewoon doorloopt. Verzekeringen. Maar ik had het geld niet, want ik vergokte mijn geld. En ja, dan moet je aan geld komen. En een baan was ik helemaal niet in mijn toestand. Dus eigenlijk kwam er gewoon een bepaald punt dat ik dacht, nou, het maakt me eigenlijk niks meer uit als ik maar gewoon geld verdien. En toen besloot ik dus de prostitutie in te gaan. Dat heb ik zo'n 3 maanden gedaan. Terwijl ik dat werk aan het doen was, was er een bepaald moment dat God me riep. Ik hoorde zijn stem heel duidelijk. En eigenlijk wat ik hoorde was dat hij zei, stop, tot hier en niet verder, jij hoort hier niet. Ik negeerde het eerst, maar het bleef. Stop, je hoort hier niet. Ga weg, ga naar huis. En dat was zo indringend dat ik er eigenlijk wel bang van werd. Dat kwam heel dichtbij.
Maar in een soort paniekreactie na een aantal keer dat heel indringend gehoord te hebben, heb ik mijn spullen gepakt en ben ik weggegaan. Hier is die. Gods belofte om je altijd te dragen waar je ook doorheen gaat. Ik ben naar huis gegaan, ik heb mijn spullen in de hoek gegooid en ik voelde zoveel ontlading. Het was net alsof er een soort bom ontplofte in mij. Alle weggestopte emoties, alle... alle gebrokenheid en alle pijn explodeerde binnenin mij. En dat heb ik er allemaal uitgegooid. Ik heb tegen God geschreeuwd en getierd en urenlang heb ik zoveel... Nou ja, ik zei het woordje u, dat was nog de enige respectvolle van alles wat ik op dat moment uitkraamde en riep. En ik heb net zo lang geschreeuwd en getierd en geroepen en gescholden totdat ik eigenlijk leeg was. En de hoofdmoot in dat verhaal voor mij was het voetstappenverhaal. Ik was heel erg teleurgesteld eigenlijk. Want over het voetstapverhaal. En ik zei, Heer, dat voetstapverhaal, dat klopt voor gemeten. Dat is helemaal niet waar. U heeft me nooit gedragen. Ik ben steeds dieper en dieper gegaan. Steeds kapotter en kapotter gemaakt. En ik zie niet waar u mij hebt gedragen hierin. En ik was daar zo boos over en zo teleurgesteld over. En in die boosheid en in die teleurstelling bleef ik maar schreeuwen en tieren, net zolang totdat ik gewoon geen tranen meer had en geen woorden meer had en ik eigenlijk alleen maar stil werd. En ik ben in slaap gevallen. In de ochtend werd ik wakker en toen werd er op mijn deur geklopt. Daar werd ik ook eigenlijk wakker van. En ik deed de deur open en dat was de vrouw die daar, waarvan het huis eigenlijk was, en die zei, ik heb je post. En ik pakte het aan en er zat een koker bij. En er stond alleen een geel briefje op met, geloof ik, mijn naam erop. Geen adres. En toen maakte ik die koker open. En tot mijn grote verbazing zat daar een poster van het voetstappenverhaal in. En ik was eigenlijk helemaal verbaasd. Flabbergasted helemaal. Ik kon het eigenlijk niet geloven, want dat was nou precies het verhaal waar ik zo mee aan het worstelen was met God. En die viel op dat moment op mijn deurmat. Ik had geen idee van wie die poster afkwam. Ik heb verschillende familieleden gebeld om te vragen of ze het gestuurd hadden. Dat was niet zo. En op uitnodiging van mijn moeder ging ik eigenlijk zo'n week later, anderhalve week later, mee naar de kerk. En daar kwam ik een wildvreemde man tegen die ik helemaal nog nooit had gezien, die mij ook helemaal niet kende. En later bleek dat hij mij die poster had gestuurd in opdracht van God. Hij had gewoon God horen zeggen van koop die poster en doe hem daar en daar in de brievenbus. En dat vond ik echt wonderbaarlijk. Het is zo'n intense belofte van God. Dat het me letterlijk heeft opgetild. Daar waar ik het vroeger nooit geloofde. Voel, ervaar, merk en weet ik en zie ik ook dat hij altijd daar is voor mij en dat hij me ook echt letterlijk altijd draagt op momenten dat ik het niet meer weet, niet meer zie. Ik kan u uit ervaring zeggen dat het klopt als een bus. Nou, vanaf dat moment begon eigenlijk mijn zoektocht naar God zelf. En hij heeft letterlijk alles ten goede voor ons gekeerd. En dan is het financiële, mijn bankrekening is nog wel niet opgelost. Maar er is zoveel van binnen opgelost. En het heeft me zo een andere persoonlijkheid gemaakt dan dat ik was. Mijn identiteit is wie ik ben in God. En wie ik mag zijn in hem. Als ik nu in de spiegel kijk, dan zie ik zeker geen perfect persoon, maar ik zie een geliefd persoon. En ben ik blij met wie ik ben, wie ik mag zijn, wie ik mag worden. En zie ik eigenlijk uit naar
ja, naar de toekomst. Ik kan me geen toekomst gewoon meer voorstellen zonder God daarbij. En het is meer een avontuur, een leuk avontuur geworden dan een slepende, langdradige, moeilijk verhaal.